Wij zijn nu voor de tattoo shop. Dit wordt Lo haar eerste tattoo. En mijn vrouw hier op links, ook wel Kim Kardashian. Voor al mijn volgers, duimpje omhoog als je me lijkt. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb super lang niet gevlogd, omdat ik na omstandigheden eindelijk weer een klein beetje beter ben. Maar nog steeds niet helemaal. Morgen komen mijn ouders en dan krijg ik medicijnen vanuit Nederland mee. Ik heb dus echt heel veel niet gevlogd, omdat ik echt 3 weken lang super ziek ben geweest. En ja, ik mag nu nog niet heel veel dingen doen. Ik moet heel erg rustig aandoen. Volgende week moet ik dus een week lang die medicijnenkuur doen. Dus het is echt helemaal een drama hier op Bonaire. Maar we moeten er het beste van maken. Dus ik heb me net eventjes gedoucht. Ik ben met Floor en we gaan nu eventjes eten. Een salade met stokbroodjes. Nou ja, Floor is ook niet allemaal heel goed aan toe. Die is ook gevallen, of althans die is gevallen met de scooter, de kin. En de been helemaal. Het is echt een drama hier op Bonaire. Wij gaan nu heel even snel eten, want we moeten echt al over 10 minuten weg. We hebben super veel haast. En dan gaan we naar een buitenbioscoop. Ik heb nu eventjes 2 crackers gemaakt met mozzarella, pesto en wat tomaatjes. Echt zo zin had ik hierin vanochtend. Ik weet niet of je me kan horen, want de wind is best wel heftig hier. Ik ga nu onderweg op mijn nieuwe scootertje. Echt helemaal blij hiermee. Super chill. En ik ga nu heel even aan het strand liggen. Gewoon eventjes lekker ontspannen en rustdagje. Nee. Dat merk ik ook gelijk, want ik ben echt zo'n... Thuis, ik heb eventjes gedoucht en me omgekleed. Ik ben nu met Lizzie. En wij gaan zo... We moeten eigenlijk nog eten. Maar het is 8:15 en we moeten om 8:00 bij de golfbaan zijn. Dus hoe we dat gaan doen, geen idee. We waren gewoon rustig boomerangs aan het maken en ja, zonder de tijd te beseffen. Ik zal even laten zien wat we aan hebben. Mijn topje komt van de Zara, mijn broek komt van de Zara en mijn slippers komen van de Zara. Nou, bij jou... Deze is ook van de Zara. Die komt van... Nee, Stradivarius komen die van. We hebben dus echt super veel haast, maar we zitten hier gewoon echt te chillen. Alsof we nog een uur de tijd hebben. We gaan dus in ieder geval midget golfen, super gezellig. En ze gaan dus met elke keer als je misschiet dat je een shortje moet doen of zo. Ik heb echt geen idee. Het zal allemaal wel. Dat wist ik helemaal niet. Oh ja. Oké. Okay. We moeten wel eten. Ja, ik ben een scheidsrechter. Oh. Dus ja, ja. Ja, maar als ik niet eten van tevoren, ga ik zwaar over mijn nek zo meteen. Ja, dus we moeten echt eten. Kut. Ja. Wat gaan we eten? Wij zijn nu bij de golfbaan. Moet je het doen? Nou, wat is dit voor grap, jongens? Hij stelt gewoon even in het scherm. Nou, Lizzie of... Ja, hij doet het weer. Jongens, zeggen we hoi tegen de vlog. Kan jij eventjes met je mee vasthouden? Ja. Maar we hebben dus even lekker broodje mee gehaald. En die zijn we nu even lekker aan het opeten hier op die golfbaan. En... Iedereen is echt super dronken allemaal. Omdat ze natuurlijk na elke fout of elk iets of hole in one moet iedereen een shotje. En ze hebben echt allemaal super veel shotjes gehad. Ik drink dus geen alcohol, dus ik ben helemaal nuchter. Maar het is echt super grappig om te zien. Iedereen is echt helemaal dronken. En we zijn inmiddels ook gestopt met midget golven. Het licht hier is wel echt heel slecht. Het ziet er echt niet uit in dit licht, maar goed. Iedereen is dus ook inmiddels gestopt met midget golven. En zit allemaal te zuipen nog alleen maar. En te schreeuwen en alles. Dus ik denk dat we ook zo gaan. Want het is drama. Niemand kan zich meer normaal gedragen hier. Maar proost in ieder geval. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We gaan nu eventjes naar het strand. Even relaxen. Gisteren had ik echt zoveel pijn met ademen.
Dus ik hoop dat het vandaag even wat beter gaat. Maar in ieder geval, mijn ouders komen met medicijnen, dus dat is al chill. Alleen, ik heb dus een mierenplaag hier of zo. Het is echt zo vies. Kijk, ze komen zeg maar via mijn achterdeur naar binnen. Maar ik heb er dus al een propje met water en papier voor gedaan. Maar ze hebben gewoon schijt. Ze komen er gewoon doorheen. Het is echt zo fucking goor. Vieze kutbeesten. En ze komen gewoon zeg maar via die gleuf daar zo via mijn achterdeur. Mijn benen zijn trouwens best wel bruin. Ik loef. Nu ga ik even lekker een broodje Subway eten. Die ik gisteren had opgehaald. Oh, jongens, vandaag heb ik gewoon een klein beetje een tent gekregen hier. Maar deze tent is van mijn andere bikini. Deze tent is gewoon lelijk nu. Dan heb ik zo'n dubbele tent. Nu ga ik helemaal even lekker lunchen met de meiden. Leuk. Nou, dit is gewoon niet normaal. Heel erg. Helemaal klaar voor de TikTok? Nee, helemaal klaar voor de YouTube. We staan nu op de airport te wachten op mijn ouders. En ze kunnen er elk moment aankomen. Oh my god. Ze komen hier zo meteen uit. Ik kan dus echt niet wachten om ze te knuffelen. Thuis. En ik heb mijn ouders eventjes helemaal rondgeleid. Alles eventjes laten zien hier op het resort en alles. Ze hebben even gesetteld en alles. En vanavond gaan we even wat eten bij Ocean. Want dat is dus hier dichtbij, want ze hebben nog geen auto. En mijn ouders hebben dus heel veel meegenomen voor allemaal samenwerkingen. Waar ik dus in 1 week tijd ziek veel foto's mee moet maken. Dus dat is echt wel eventjes een dingetje. Anyways, het is wel echt heel veel leuke pakketjes. Onder andere van My Jewelry heb ik heel veel leuke dingetjes. En van Chiquelle heb ik heel veel leuke dingen. Van Colorful Rebel. Deze schoenen heb ik gekregen. Deze leuke armbandjes. Van Smaal heb ik een tandpasta met een tandenborstel iets. Ik heb van Your Custom heb ik echt zulke toffe t-shirt. Dat is echt heel vet. En een trainingspak. Echt heel mooi. En ik heb dus deze parfum gekregen. Maar ik weet dus niet meer waarvan ik dit heb gekregen. Dus ik kan het ook niet achterhalen. Maar het is zo lekker. En dan heb ik van Naked nog heel veel dingen. Echt super mooie laarzen. Echt super tof zijn deze. En ook allemaal andere dingen. Ja, en het houdt eigenlijk niet op. Ik heb zoveel. Ik ga nu eventjes snel douchen. En dan ga ik me even omkleden. Ik ben een beetje rood. Beetje heel erg. Jeetje. Heftig. Jetlag like this. Gaan jullie mee? Nou, op advies van Lois hebben we deze Ocean Blossom cocktail. Gewoon lekker zoeken. Morning. Het is vandaag woensdag. Zo, ik moest even nadenken. De ravage is echt heel erg. Ik was vanochtend namelijk om 8 uur al opgestaan. En, of althans, dat is helemaal niet waar. Ik had hem achter mijn wekker gezet. Zodat ik echt vroeg ging opstaan. En dat is ook gelukt. Toen heb ik even gedoucht en heb ik me een beetje klaargemaakt. Toen heb ik dus een TikTok gemaakt voor My Jewelry. En net een TikTok gemaakt met dit pak. Maar even serieus. Dit pak is zo mooi. Dit is echt niet normaal. Wacht, ik ga het even laten zien in de spiegel. Kijk dan hoe mooi. Het is echt zo'n mooi pak. En ook super mooie kwaliteit. Hij heeft hier ook zelfs nog ritsen in zitten. En het is echt zo'n dikke kwaliteit, weet je wel. Dat je echt denkt van, dit is gewoon echt een goede kwaliteit. Ik had ook nog deze schoenen gekregen. Die zijn van Villa Mo. De kleur ook. Ik heb echt een goede keuze gemaakt. Ik hoop dat je het goed kan zien. Wacht, ik ga het even buiten laten zien. Dan zie je het iets beter. In het licht. Kijk dan hoe mooi. I love it. Helemaal geweldig. Ik zal eventjes een mooi rondje voor jullie doen. Als je het kan zien.
veel te warm bij het in ieder geval, met dat trainingspak. Ik moest net eventjes dus die TikTok maken. Want dat heb ik natuurlijk wel buiten gedaan. Dus ik heb het heel erg warm nu. Maar ik ben heel erg blij met dit pak. Dit pak is echt super mooi. En ik heb dus ook nog helemaal mooie nieuwe sieraden van Majorly. Dit zijn allemaal sieraden van Majorly. En dan heb ik ook nog een ketting met love. En nog een t-shirt met C'est la vie. Echt helemaal blij mee. We zijn nu voor de tattoo shop. Dit wordt Loa haar eerste tattoo. Ik ben zo bang. Zo excited. Ja. Helemaal zin in. Zij gaat een vlinder dus zetten op... ja, hier bovenop. Daar zo. Ja, en ik mijn sterretje. Sparkle. Helemaal benieuwd. Dus daar gaan we. Wij zijn nu gezellig aan het lunchen bij Luciano's. Maar deze meid dacht dat het tatoeage vandaag was. Maar het is morgen om 1 uur. Ja, dus we hebben nu hier. Dus we hebben nu eventjes gaan we lunchen. En morgen gaan we dus echt de tatoeage zetten. Vandaag donderdag. En vandaag gaan we wel echt de tatoeage zetten. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit komt te zien. Nou, spannend! Daar gaat ze. De eerste tattoo. Helemaal spannend. Oh, ik, ik ga die van jou ook even filmen nog, niet kan. Oh, hoe moet ik dit zo? Oh, hoe kan dit? Oh ja, ik heb hem. Oh, hij stelt nu ook weer niet. Oh, jawel. Kijk dan eens. Spannend! Mij toch ga je. Ja. Maar het doet geen zin, hè? Nee. Het is gewoon een beetje als een tandenstokertje zo over je. Ja, hoe beschrijf je dit? Heel moeilijk, maar ja, ik weet het. Ik snap het geen stress. Het wordt in ieder geval echt heel mooi. Mooi, hè? Kijken. Dit is niet normaal. Lo, haar tattoo is af en hij is zo mooi. Het is echt wel. Ik ben zo blij. Mag ik het zo zien? Ja. En zo lijkt hij heel heftig. Hij moet even in de schaduw weer. Hij is zo bloedje mooi. Ja, letterlijk bloed. Ja, letterlijk bloed, want dat zie je nog. Oh, hij is ook heel erg opgezet. En er zit allemaal bloed overheen. Maar hij is zo mooi. Wauw. Ben je blij? Yes. Oh, Isis die zit. Oh, zo meteen gaat het beginnen. Zenuwachtig. Dan. Het is zo niet mooi. Normaal. Die van Lo ook. Wauw. Hij is echt. Oké, deze kant. Hij is zo bloedmooi gezet. Ik ben er ook zo fucking blij mee. Echt heel mooi. Die van jou ook, Is. Ja. Hier. Goed kan zien. Kijk dan. Zo mooi dun ook. Ja, je kan hem niet heel goed zien qua scherp. Oh jawel, nu wel. Dit is zo prachtig gedaan. Love ook. It. Nou, goeie keus. We zijn helemaal happy. Een dag lunchen, later, hè? Maar ja. We zijn er. We zijn nu lekker aan het lunchen. Oh, zo lekker. Dat hadden we echt even nodig. Heerlijk. En ja, helemaal mooi aan het water. Super cute. Dat is zo. Er zijn er echt veel. Wow. Ik voel het gewoon net niet aan. Ja. Het zijn ook van die hele lange vissen zitten er ook tussen. Ze zijn wel snel, hè? Oh, hele mooie blauwe. Ik ben omgekleed en gedoucht en alles. En ik ga nu lekker een hapje eten met mijn ouders. Mijn haar zat net zo mooi en toen ging ik dus buiten een TikTok maken en nu is het helemaal verneukt. Maar ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een jurkje aan van Naked. Super mooi. Met hakken van Nelly. Ja, van Nelly.com. Mijn ouders staan op me te wachten, dus ik moet wel een beetje opschieten. We gaan eten bij Ingredients, dus daar heb ik super veel zin in. Volgens mij heb ik nog helemaal niet gevlogd, maar mijn tatoeage. Ik ben er zo blij mee. Oh mijn god. Het stelt niet scherp. Nou, je ziet het niet. Maar volgens mij heb ik het juist wel gevlogd.
deze hakken die ik aan heb. Ze zijn zo mooi, maar ze lopen zo kloten. Het doet echt gewoon zeer. Mijn telefoon is ook leeg, maar het zal allemaal. Ik ga nu lekker uit eten. We zitten nu bij ingredients te eten. Mijn moeder vindt het super gezellig met mij. Zoals van ingezoomd ben je knap. Op ons eerste gerechtje, dit zijn kokkieën. Het is vandaag vrijdag en ik heb de hele ochtend mijn video geëdit. Dus dat is top dat ik lekker bij ben. Ik heb net even een ontbijtje gemaakt. Kipfilet met truffelmayonaise. My all-time favorite snack. Dat ga ik zo even lekker eten. En dan ga ik eventjes met mijn ouders naar de zoutpier. Want daar zijn heel veel schildpadden. Alleen, ik voel me echt niet lekker. Ik ben super misselijk. En ja, ik voel me gewoon echt niet fijn. Heel last van mijn buik en zo. Dus... ik ga weer echt rustig aandoen. Vanavond ga ik ook niks doen. Ik blijf lekker thuis. Als ik terug ben van de zoutpier met mijn ouders, dan ga ik gewoon in mijn bed liggen en ja, film kijken of zo. Want ik voel me echt niet chill. Ik heb mijn bed ook hier gelegen bij de zoutpier. Op het strand is echt super mooi. Het strand hier. Een blauwe zee. Echt heel mooi. We hebben even lekker bijgetent. Mijn camera is even niet zo heel chill, want hij beslaat de hele tijd, dus hij is een beetje wazig. Het is nu 7:50. Nee, het is 7:30 in de ochtend. En ik moest om 7:15 eigenlijk richting de front office lopen. Mijn moeder belde mij om 7:15 van, yo, hallo, kom jij? Dus ik had mijn wekker echt al heel vaak gezet. Maar ik schrok ineens wakker. Kut, ik heb ook geen crème op mijn gezicht gedaan. Maar goed, wij gaan in ieder geval naar de grotten toe. En zouden we dus om 7:30 heen gaan. Maar dat is dus niet helemaal gelukt. Door mij. Oepsie. Ik ben in ieder geval nu onderweg. En het is nu 8:50 of zo. Of 8:00. We zijn nu bij de eerste grot aangekomen. Alleen er vlogen vleermuizen, dus mij niet bellen om erin te gaan. En het is echt hoppie heet. Kijk, ik heb gewoon allemaal zweet. Ik heb het wel gezien van binnen, maar ben er niet helemaal verder in gegaan. Iets verder, dan komt het licht er niet meer bij. En dan heb je dat. Ik ben even omgekleed. Ik heb dit super mooie leuke jurkje aan van Chiquelle. Echt, I love it. Echt heel cute. Hij schijnt wel een beetje door. Maar hij is wel echt super cute. Slippertjes van de Zara. Ik heb hem eventjes iets korter gemaakt. Vind ik mooier. En tas van de Zara ook. Oh. Combinatie is niet helemaal lekker bij deze kleding. Maar ja, het maakt me even niet uit. Wij gaan nu eventjes lunchen, mijn ouders en ik. En daarna ga ik mijn nagels laten doen. Eventjes lekker geluncht. En ik ga nu mijn nagels laten doen, want het ziet er echt niet meer uit. Kijk. Dit is de toestand. Het is echt heftig. Ziet er niet uit. Dus ik ga ze nu laten doen. Hey guys, ik ben weer thuis. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. Kijk, mijn nagels zijn zo mooi. I love it. Het is echt onwijs mooi. Echt zo mooi. I can. Nu ga ik mij eventjes omkleden. Want ik ga uit eten met mijn ouders. En ik doe denk ik dit aan. Deze van Naked. Met mijn hak van Naked eronder denk ik. En dan grote oren. Guys, dit is de outfit geworden. Kan je het goed zien? Nou, eigenlijk niet. Ja, ik heb niet echt beter licht, maar het is echt heel erg mooi. Deze blazerjurk komt van Naked. Ik doe er nog oorbellen bij, maar die liggen bij mijn moeder. En ja, I mean, wow. En ik heb me een beetje opgemaakt. So, I am ready for dinner.
En ik moet dus even nog een foto maken met dit aan. Nou, ik ben heel gezellig aan het eten met mijn ouders bij Brasboer. En ze dachten, nou, we gaan alvast choppen. Ik heb het bloedheet. Want ik heb dus... Oh, ik heb zo'n ontzettend zin. Ik heb dus dit jurkje aan van Naked. Maar ik heb het echt zo warm. Ik ga gewoon heel anders met haar. Vlog takeover van Vincent. Hier even een vlog takeover van de heerlijke Corvina. Met daarbij de rendang van kip. Ook wel genoemd baars. Ook wel baars. En zit hier gezellig met het gezelschap. Althans gezellig, maar zit de hele tijd op hun telefoon. Met mijn dochter hier op rechts. En mijn vrouw hier op links. Ook wel Kim Kardashian. Ja, die foto krijg je nu in beeld te zien. Die zet ik even hieronder in. Geef een duimpje als je hem leuk vindt. Hij stelt niet eens mijn scherp. Ik zeg 5:35. Maar jij? 5:35. Jij? 5:65. En jij? Wacht, moet je omdraaien? Oh ja. Nee, niet van onder. Oh, wat dan? Ja, zo. Ja. Ja, maar dan moet ik er niet schil in kijken. Maar... Ik ben toch wel schil, dus doe maar. Praat maar. Nou, ik denk... ik denk... 498. Oeh, het werd in één keer heel donker. Oeh, het werd in één keer heel donker. Ik doe het zo vies. Wat deed hij dan? Ik blaas gewoon op die camera bazen. Morning. Het is vandaag zondag. En het weer is echt heerlijk. Het is helemaal niet bewolkt. Gewoon letterlijk geen wolkje aan de lucht. Ik ga kanoën met mijn ouders. Ik moest eigenlijk waterschoenen hebben, maar die heb ik dus niet. Dus ik heb nu dit als waterschoenen. En die slippers zitten zo niet lekker. Maar ja, ik heb niks anders. Dus wij gaan nu kanoën door de mangroves of zoiets. En dan helemaal gezellig met de fam. Nu in de kano en dit belooft echt een hel te worden, denk ik. Want ik vind dit nu al verschrikkelijk. Maar... we gaan ervoor. Ik kan hier vooral mijn camera mee. Dat is wel leuk dat ik het kan vloggen. En het is wel leuk dat die onderkant, je kan het water gewoon zien, zeg maar. Maar dit jongens, dit is... Nee. Dit is leuk! Nee, dit wordt verschrikkelijk. Ja? Wij hadden net letterlijk geld gevonden. Gewoon $50, $20. $10. Kijk, ik heb het gefilmd. Ik ga het laten zien. Zie je het? Wappie geld, wappie geld. We hebben hoppie geld gevonden op de water. 20, 30. Waar is die andere dan? We hadden toch twee briefjes van 20? Echt? Ja, toch? Er zit een mug op je hoofd. Oh. Hier. Oh, ga mee. Ja, mama. Maar weet je, schat. Nog een pendelen kan niet, hè? Nou, zo bijzonder vind ik het niet. Het moest dus een super bijzonder beeld zijn. Dat vind ik best mee. Dat is wel heel mooi. Ja, dat, gewoon die bogen. Dat poortje is mooi, dat boogje. Maar verder is het gewoon zee. Kijk, in het leven heb je werkpaarden en sierpaarden. Welkom bij de slavenhuisjes. Deze huisjes die werden gebruikt door de slaven. Ze sliepen er niet in. Het is puur een huisje waar ze hun spulletjes zo in opsloegen. Dus ja, hun iPhones en dat soort dingen. Als ze dan hier een schepen aan om de zout en zo allemaal op te halen. En die slaven die waren ervoor om het zout in die schepen te doen. Ja, dat doet shit mee. Dus dat doen in die huisjes. En dan deden ze dat hierin. Slaven in huisjes. Ik denk alleen wel dat de slaven 1,10 meter waren, want het zijn allemaal kleine huisjes. Maar hartstikke leuk.
klein leren dakje erop. Wel. En wat een uitzicht, en dames en heren. Kijk eens even hier naar de fantastische Golden Shower. Kijk eens. Kijk, de ondergaande zon. Vandaag maandag. En ik heb er al een hele ochtend op zitten. Ik ging vanochtend met mijn moeder naar de teststraat, want ze moest zich testen voor haar reis. En daarna heb ik even boodschappen gedaan met de auto, want dat was even chill omdat zij nog de auto hadden. Toen kreeg mijn moeder ineens een mailtje dat, omdat ze dus een dag later waren aangekomen, dat ze nu ook een dag later mogen vertrekken. Maar dat kreeg ze dus net pas te horen. Oh, ik ben zo moe. Dus ze vliegen nu morgen terug. Ik heb nu eventjes lekker een broodje met zalm voor mezelf gemaakt. En dan ga ik nu eventjes Ewout kijken. Zo leuk op Videoland. En daarna ga ik denk ik eventjes aan het strand liggen of zo. En wij gaan nu onderweg naar de 1000 steps. Wat zeg je? Dat we naar de 1000 steps gaan. Nu onderweg naar de 1000 steps. We zijn nu bij de 1000 steps. En nou, het zijn geen 1000 treden, maar het is wel dus een hele trap, zeg maar, naar beneden. Dus daar ging ik al bijna op mijn bek. Gaan we dus nu even heen en gaan we even snorkelen. Schildpadden zijn hier allemaal, dus dan gaan we even checken. En het is hier echt hoppie warm. Dat is echt een ander niveau. Had je toevallig gewonnen? Ik ben nummer 1. Ja, ik zie het. Ben je blij? Het is het mooiste dag van leven. Nou, nu zijn we lekker aan het chillen, een spelletje aan het spelen. En zoals gewoonlijk ben ik weer aan het winnen. Ik heb het idee dat ik een beetje onscherp ben. Wil je terugkijken? Voor mij ben ik heel erg onscherp. Ja, wel een beetje. Ja, dit is niet mooi. Take 2. Ik moet wel in de camera kijken. Ja. Anders is het zo raar. Nou, ik moest even uitleggen wat het eet. Als je gefluit op de achtergrond hoort, dat is een of andere kerel die op een gitaartje ding hangt. Wij hebben heerlijk gegeten. We hebben lekker hamburgers gegeten. Met 200 gram, 2 hamburgers met lekker mayonaise. En we hebben frietjes erbij gehad. En de dames die hebben gedeeld. Die hadden lekker tataar, steek tataar. Met wat zat daar eigenlijk bij? Nou, weet ik niet precies wat er allemaal bij zit. Maar dat was allemaal heel erg lekker. We zitten hier heerlijk aan het strand. Ik zou het graag willen delen, maar je kunt het niet zo goed zien. Want het is hier ontzettend donker. We zaten heerlijk aan het strand. Lekker onder de palmboompjes. Heerlijk ons eten te eten. Eigenlijk zouden we nu al in het vliegtuig moeten zitten. Maar helaas. We zitten hier nog een dagje. Nee, geen helaas. Het is hartstikke fijn om even lekker in het begin over te zijn. Voor al mijn volgers, duimpje omhoog als je me liked. En, duimpje omhoog als je me liked. Ja, we zitten dus hier aan het strand, maar je kan het niet zo goed zien. We zijn lekker bonding met de foam en spelletjes aan het spelen. Dus helemaal gezellig. De laatste avond van mijn ouders. Super mooie items gekregen van Naked en Chicel. Waaronder dus dit jurkje. En ik heb dit nieuwe jurkje van Naked aan. Met erbij die nieuwe hakken van Naked. Echt super leuk. Ik heb er wel eventjes een broekje onder gedaan. Die ook van Naked is. Omdat het anders een beetje doorschijnt. Dan nog dit hele leuke shirt. Ook van Naked. Het is ook helemaal een leuke achterkant. Met tekst erbij op. Kijk, zo kan je het wel zien. Super cute. En die heb ik dus ook nog een beetje in het, ja, witachtig. Een beetje gebroken wit is het eigenlijk. Deze kleur. En er staat dus ook weer dit op de achterkant. Echt heel erg leuk. En dan heb ik nog deze hele toffe blauwe jurk van Naked. Die heb ik ook al eerder in mijn vlog aangehad. Dus ik zou het ook eventjes hierdoor nog even bijzetten. Dan had ik ook nog een witte blazerjurk met dan dus die laarzen. En die heb ik dus ook al eerder aangehad. Maar echt zo, zo mooi is die. Die moeten jullie gewoon echt aanschaffen. Helemaal met het weer wat het natuurlijk in Nederland is. Voor hier is hij echt te warm. Maar hij is zo mooi.
Dan heb ik nog dit hele leuke jurkje van Chiquel. Deze gele, die heb ik ook al eerder in mijn video aangehad. En deze, dit is een soort van ja, broekpakachtig iets. Ik zal hem wel even aandoen, het is echt heel erg leuk. Deze ook van Chiquel. Echt super leuk. Broekpakje. Love it. Ook een beetje een gebroken wit kleurtje. Echt heel leuk. Dan heb ik nog dit hele toffe kooltje. Hij heeft gevulde schoudertjes. Echt heel erg cute. I love it. Deze vind ik echt heel leuk. Weet je wat ketting? Ja, dit ziet er niet uit. Maar gewoon wat kettingjes erbij. Super leuk. Deze is ook van Chiquel. Dus ik heb weer super mooie nieuwe toffe items mogen ontvangen. Hierbij ga ik dan ook de weekvlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week heb ik weer een hele leuke nieuwe weekvlog voor jullie. Dit keer wel elke week weer een weekvlog. Het was echt eventjes drama voor mij hier omdat ik super ziek was. Maar stapje voor stapje gaat het steeds een beetje beter. Dus ik moet nog steeds heel erg rustig aandoen. Maar tussendoor probeer ik heel veel te slapen zodat ik nog wel dingetjes kan doen en ondernemen. Dus ik probeer er gewoon het beste van te maken zolang ik hier nog ben. Dus nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer volgende week bij de nieuwe weekvlog.